Ben ik er angstig voor? Nee, totaal niet. Gaan we het doen? Ja, natuurlijk gaan we het doen. En als het misgaat, hebben we een goed verhaal. We gaan een groot 17e eeuws vrachtschip bouwen, maar niet in hout, maar volledig in afvalplastic. Probleem van vandaag, transformeren in de oplossing voor morgen. Zou zo'n koopman in de 17e eeuw nou ook met trots in zo'n schip hebben gezeten? Ik bedoel, moet je nou eens kijken om je heen hoe onwijs gaaf het allemaal is. En we zijn nog lang niet klaar, er moet nog een hoop gebeuren. Maar als je dan zo om je heen zit te kijken en je ziet dan dat hele spanten raam in dat schip liggen. Het voordek, die voorplecht. Nou ja, hierachter de doorlucht en hier dat zetboordje met die gillingen erop. Ja, het wordt gewoon een ontzettende vette bak. En met recht een patserbak, weet je wel. Kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Dat was wat die koopman ook deed in die 17e eeuw. Gewoon laten zien hoe succesvol die was. Dan gaat het mij niet om het persoonlijk succes, maar veel meer over het succes wat we hebben met elkaar. Om vanuit de inhoud van je kliko afvalplastic zoiets moois te maken als een speeljacht. Onvoorstelbaar. En ik denk dat hij ook ontzettend goed zal gaan varen. Maar dat weten we niet. We moeten eerst nog maar zien hoe we hem te water gaan krijgen. Maar voordat het zover is, gaan we natuurlijk nog wel verder met het werk wat er gedaan moet worden. Maar zo'n momentje als dit, even genieten, daar moet ook de ruimte voor zijn. Want waar haal je anders je energie vandaan? Nou, als je zo het bekijkt, hè, dan zie je eerst hier die blauwe baan, dat is een zetboord. Daar zie je de stutten in staan, die dat ding natuurlijk goed vasthouden. Potdekseltje erop. En daarvoor een gilling, een krul of een kopje of in ieder geval een stuk beeldhouwwerk. En dan zo naar achteren toe krijg je die doorlucht. Twee leeuwen met daartussen een koker voor de vlaggenmast. Komt er een hele grote vlag in te staan. Dat ding, dat is echt puur handwerk. He, dus echt gewoon bijtelen, zagen, schaven, raspen, noem het allemaal maar op. En dan denk je van, nou ja, als je dat leeuwtje hebt gemaakt, dan is het een kwestie van schilderen, maar zo is het niet. Dat leeuwtje, dat bestaat uit twee lagen, dus we hebben hem twee keer moeten maken. En de kleur die erop zit, die hebben erop gelast. Want dit materiaal houdt alleen van zichzelf. Dit kan je wel gaan schilderen, maar dat ligt er binnen een seizoen al helemaal vanaf. Dat hecht gewoon niet. Dus als je een kleur er duurzaam op wil aanbrengen, dan moet je dat doen met hetzelfde materiaal. En dat kan alleen maar door het erop te lassen. Dus we hebben die leeuwen gebeeldhouwd, voor en achterkant, op elkaar gelast. En vervolgens daar weer een laag op gelast. Maar als je gaat lassen, dan, ja, dan poets je in feite al je beeldhouwwerk ook weer voor een belangrijk deel weg. Dus die leeuw, die is vier keer gesneden. En dat bij twee leeuwen is acht keer. Ja, dat hebben we van tevoren allemaal niet bedacht. Dan loop je gewoon aldoende tegenaan. Er is toch wel heel veel werk gebleken. Echt ontzettend veel werk.
Maar als het resultaat, als je dat eens bekijkt, dan word je heel erg blij. En eigenlijk ook wel met de gedachte, we hoeven er niks meer aan te doen. Hè? Ik bedoel, we hoeven hem niet nog een keertje later te schuren en te schilderen of te lakken. Dat hoeft allemaal niet met dit materiaal. Dus wat dat betreft is het duurzaam omdat we afvalplastic nieuw leven hebben gegeven. Met een hoge toegevoegde waarde. Maar het is ook duurzaam omdat het aan de onderhoudskant helemaal niks extra's meer vraagt. Nou, die doorlucht die staat op een hakkenboord. En die hakkenboord wordt weer vastgehouden door kromme wulften. Dat zijn die gele bananen die erachterin zitten. Nou, dat was ook nog wel even puzzelen. Hoe gaan we dat doen? Hoe verbinden we dat allemaal? Dat is ons gelukt, hè. En ik zit hier op het achterdek van de achterplecht. En dat heette geen achterplecht in die tijd. Dat heette het bierhuisje. Nou ja, de functie lijkt me duidelijk. Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Want dit was een plezierjacht. Om te spelen varen. Dus je nodigde je gasten uit, die zaten hier in de buik van het schip. Hier zat de koopman niet, ja, hoogstens om een keertje aan te wijzen. Kijk, daar is een schip voor mij en dat is een pakhuis voor mij of zoiets. Maar verder zaten ze lekker in de luwte, in de buik van het schip. En werd er goed gedronken en gegeten. En een koopman is een koopman, dus als dat ding dan de rest van de week of de rest van de maand in een jachthaven ligt. Ja, dat is een beetje zonde, dus er werd ook wel wat vracht meegevaren. Nou, ons speeljacht heeft ook een hele bijzondere lading. En daar ben ik wel trots op. Daar ben ik echt wel trots op. Want dat sociale, wat we hiermee aanraken, gewoon iedereen is welkom, iedereen mag meedoen. En je hoort erbij, je bent van waarde. Nou, dat is hier ook gebleken. Ik moest kijken, elk onderdeeltje heeft wel iemand meegewerkt. Soms waren ze handig, soms waren ze vreselijk onhandig. Soms hadden ze zin, soms hadden ze helemaal geen zin. Maar het heeft wel geresulteerd in dit prachtige scheepje. En daar gaan we straks natuurlijk wel de blitz mee maken. Ja, en zoals het er nu bij ligt, dan lijkt het wel alsof het helemaal klaar is en dat hij te water kan. Nou, niets is minder waar. Want het is altijd meer werk dan dat je denkt. Want je denkt, nou, ik ben er bijna nog eventjes een maandje doorploeteren en dan is hij wel klaar. Maar er gaat gewoon ontzettend veel werk in al die details zitten. Maar het is eigenlijk helemaal niet erg, want het is ontzettend dankbaar werk. Het is ontzettend leuk werk. En de afwerking, je ziet het gewoon groeien. Je ziet hem gewoon groeien en dat is een heerlijke periode. En dat betekent dus dat we ergens zo in het voorjaar hem te water kunnen laten. En daar kijk ik ontzettend naar uit. Als ik terugdenk aan de bouw van de werkboot, halverwege de bouw dacht ik, het gaat helemaal niks worden. Het is één slap gebeuren, de stijfheid ontbreekt, dit kan nooit een serieus scheepje worden. Ik zal hem echt wel kunnen afbouwen, maar ga je iets krijgen wat uiteindelijk robuust genoeg is om ermee te kunnen zeilen? En pas in de laatste fase van de bouw van die werkboot kreeg ik er een beetje vertrouwen in, omdat het geheel wel enige stijfheid liet zien. En toen ik ermee ging zeilen, wow, wat een fantastisch ding. En het werkt dus allemaal. Hetzelfde maak ik hiermee. Toen ik begon, ik dacht, ja, jemig, weet je, we gaan dat schip echt wel bouwen, maar gaat het serieus voldoende stijf worden om hiermee te kunnen zeilen? Er staan straks twee enorme masten op. Het krachtenspel is echt totaal anders dan bij dat werkbootje. Gaat dit wel lukken? En hoe verder je komt, hoe zwaarder die wordt, hoe meer het gewicht ook laat zien van ja, stijfheid is ontzettend belangrijk. Krijg ik dat wel voldoende uit die constructie? En nu je hier staat, ja, waar ik ook hak of een ram tegenaan geef, je merkt dat hij gewoon enorm solide is en robuust is. Dus dat geeft mij het idee dat het op dezelfde manier zal zijn als bij die werkboot. Hè. Je gevoel zegt van, nou ja, zou het allemaal wel kloppen? Maar de praktijk laat zien van, komt het allemaal wel goed? Ben ik er angstig voor? Nee, totaal niet. Gaan we het doen? Ja, natuurlijk gaan we het doen. En als het misgaat, hebben we een goed verhaal. Ik bedoel, we hebben het geprobeerd en moest kijken wat er ligt. Dus nou ja, als dit eindigt als een wrak, is het wel een wrak voor de eeuwigheid. En dat communiceert ook voor de eeuwigheid. Dus nee, ik heb er vreselijk veel zin in. En we zullen het zien.
Ja, kijk, ik zal er eens even in duiken. Het is echt wel een enorm ding. Kijk, ik ben echt een klein kereltje, maar ik kan ter nauwe nood over die rand heen kijken. Dus je zit hier echt wel in de luwte. En dit is een belangrijke balk. De balkweger. En hier beneden ligt de kimweger. Die geven die langstijfheid in het schip. En aan de buitenkant zit dan weer het berghout, dubbel uitgevoerd. En dat geeft die stijfheid. En die komt allemaal naar een heel belangrijk punt. En dat is eigenlijk hier, in het voordek. Op dit stuk. Dit is echt het stuk wat me de... Als ik me al ergens over wakker lag, dan is het eigenlijk over dit stukje. Want onder dit dek liggen twee hele zware dekbalken. En die dekbalken die hebben een speciale functie en daarom werden ze ook zeilbalk genoemd. Want hier komt de hoofdmast, de grootmast, door het dek heen op het koolzoom te staan. En er zitten geen stagen aan, dus die stok, 15 meter lang, hè, dus het is veel langer dan dit schip lang is, die moet dus hier beneden vastgehouden worden op de wind. Ah. Daar kan ik dus wel voor wakker liggen. Hè? En als het nou staal zou zijn, dan kan ik eraan rekenen. En dan kan ik daar de afmetingen wel bepalen. Maar het is afvalplastic met allerlei rare eigenschappen. Die eigenlijk heel erg onvoorspelbaar zijn. Dus ik heb hier toch wel extra zorg over gehad. Veel aandacht aan besteed. Dat dit een zo solide mogelijke doorsnede is in de romp. Daar zitten twee enorme grote banden onder. Dat heette de knieën, die eigenlijk later worden toegevoegd en de constructie werden banden genoemd. Die lagen vaak op de wegering. Die heb ik erin gezet om hier in feite in de hele doorsnede veel materiaal te hebben. Wat al die spanningen laat wegvloeien zo in de rest van die romp. En dat zit voor ook. Voor hebben we precies hetzelfde, alleen die zeilbalk. Die zit niet onder het dek, maar die zit boven het dek. Kortere mast, komt ook een pennenbank in te staan. Dus daar hebben we hetzelfde verhaal in principe. Wat ook nog belangrijk is, is dat dek moet echt heel goed in elkaar passen. Want die mast die drukt dus ook tegen het dek en die plaat die duwt in feite ook al die spanningen weg naar al die oplangers die erin liggen. Dus dit moet ook een goed, solide verhaal zijn. Nou, je hoort het. En we moeten hem hier nog allemaal aflassen, hè, of breuwen. Dus het wordt alleen nog maar steviger. En er zit een groot gat in. Dekluik. Ja, dat is natuurlijk ook een hartstikke leuk detail. Een beetje elegant neergezet. Hier komt een deksel op, een beetje rond. Met wat versieringjes. Die wordt onderin en wordt hier mooi dichtgetrokken. Dat het dus wel een mooi waterdicht gebeuren is. Maar hier ging de vracht, het schip in en uit. Er zat wel een deurtje in hoor, in het schot. Maar het meeste kwam dus echt wel via hier het dekluik. En hier liggen ook een paar zware dekbalken in de lengterichting. Er staan een paar stutten hier om de boel te dragen. Dat was ook nog wel iets. Die overspanning is best wel groot hè, hier in het dek. En daar waar het achter in feite, ja, behalve dan in de voorkant, die overspanning, dat kon die balk wel goed dragen. Dus die bleef mooi in zijn boog staan. Hier was dat toch wat anders, dus ik moest hem wel ondersteunen. En dat is een materiaaleigenschap en daar heb je mee te dealen. Dus we hebben daar gewoon kolommen onder gezet die het dek dragen. Nou, en dan heb je een mooie robuuste gebeuren. Nou, dit is heerlijk natuurlijk. Hè. Straks hier gewoon alle goederen naar binnen gaan. Mooie wijntjes. Kratjes met bier. Weet ik het wat. Wat voor goederen we allemaal gaan vervoeren. We gaan er natuurlijk echt een theatraal verhaal van maken. Maar ja, goed. Eerst maar even bouwen nog. Het sluikje komt er nog op. Ja, en dan zitten we voor. En daar komen ook weer gillingen met wat beeldsnijwerk. Nou, en dan begint het toch al aardig wat te worden. Maar kijk nou toch eens. Dit is toch niet normaal.